Ik word genomineerd voor een prijs en ik win niet. Wat was je allereerste reactie? Vraagt mijn psycholoog. Jammer, zeg ik. Maar mijn lichaamstaal verraadt mij. Was dat echt jouw allereerste reactie, Ferhat? Nee. Mijn allereerste reactie was: sukkel! Wat dacht je wel niet, hè? Dat jij zomaar zou winnen. Eigen schuld dat jij nu teleurgesteld bent. Mensen zoals wij, wij winnen niet zomaar. Wij verdienen dat niet vanzelfsprekend. Als wij iets willen, dan moeten wij daarvoor vechten. En dan moeten wij strijden. En waar komt dat idee dan vandaan, denk je, Ferhat? Dat heeft het leven mij geleerd. Ik merkte het voor het eerst toen ik mijn CITO-toetsuitslag kreeg. Ik wilde altijd HAVO hebben. Minimaal HAVO. Met HAVO kan ik een goede baan krijgen. En een goede baan betekent geld. En geld betekent status en aanzien. En alleen op die manier zou ik het droomleven kunnen leiden waar mijn ouders hun leven voor hebben opgeofferd. En jij wilde niets liever dan die droom werkelijkheid maken, hè? Ja, oh, ik deed mijn best op school, hè. Wow, ik haalde goede cijfers. Mijn docenten vonden mij slim. Als jij zo doorgaat, Ferhat, dan krijg jij minimaal HAVO-VWO van ons. Dus ja, HAVO moest een makkie zijn. Ik zat dan ook met een heel goed gevoel met mijn ouders in het klaslokaal tegenover juffrouw Els. Nou, meneer en mevrouw Kaplan, wat fijn dat jullie er zijn. Oh, ze is in een goede moed. Dat betekent dat de uitslag wel goed moet zijn. Prima uitslag. VMBO-kaderbasis. Ik had daar mijn allereerste paniekaanval. En mijn vader, die was stil. En zijn stilte zei alles. Ik durfde hem niet eens aan te kijken. En mijn moeder, die begon te spreken op een liefde en zachte toon die ze enkel en alleen maar opzet als er iets mis is. En mevrouw Els, die vertelde mij dat mijn goede cijfers er niet toe deden. Nee, want dit was het allereerste jaar op deze school en daarom kreeg ik exact hetzelfde uitslag als de CITO-toets. En het is jouw schuld. Het is jouw schuld. Als jij beter jouw best had gedaan, dan zaten we hier nu anders. Dan was niemand teleurgesteld geweest. Dan waren onze dromen niet in duigen gevallen. Ik wilde schreeuwen. Ik wilde janken. Ik wilde in het rond te slaan. Maar dat deed ik niet. Ik zweeg. Wat moet dat ontzettend veel pijn hebben gedaan, Ferhat? Ik haal mijn schouders op. Maar ik wil huilen. Mijn psycholoog ziet dit en zegt: Ferhat, sluit maar heel even je oogjes. Ja, want jij en ik, wij gaan een visualisatieoefening doen. Ja. Oké, Ferhat. Stel je voor, jij bent in een ruimte waarin jij jou veilig en fijn voelt. Oké? Ja, hou die gedachte vast. En in die ruimte, Ferhat, is er een bank. En tegenover die bank is er een deur. Ik ben in mijn kinderkamer. In een flatgebouw in een buitenwijk van Bergen op Zoom. En er is een houten hoogslaper. Bovenin slaap ik en onderin is er een plankje waar mijn speelgoed uitgestald staat. Ik zie er een Spider-Man, een dinosaurus en een Action Man. En ik zie overal knuffels. Hier voel ik mij zoals je je 's avonds kan voelen na een warme douche. Ontspannen en rozig. Mooi, Ferhat. Oké, die deur, hè, waar we het net over hadden, die gaat open. En dan komt een jongetje naar binnen gelopen van een jaar of 11, 12. En je kijkt goed naar dit jongetje en plotseling zie jij dat jij dat jongetje bent. Ja, oké, hoe komt het jongetje op je afgelopen, hè? En wat heeft het aan? Hij draagt een turquoise pyjama set. En op zijn borst heeft hij een afbeelding van Tweety. Hij heeft halflang grijs haar tot aan zijn ogen, zwart haar. En hij komt heel erg nieuwsgierig en haastig, maar ergens ook angstig op mij afgelopen. Oké, mooi. Oké, verder, die jongetje, jij dus, die komt naast jou zitten. Oké, bestudeer hem maar even goed. Wat doet hij en wat voelt hij? Hij friemelt aan zijn pyjamabroek. En hij is stil. Hij voelt pijn. Een soort pijn die hij niet kan plaatsen. Hij vraagt zich af of hij ergens bij hoort. Of hij ooit nog ergens bij zal horen.
Thank you.